Goedenavond, dames en heren. Welkom bij TikTok Late Night. Zoals iedere keer op de eerste dinsdag van de maand, uw portie over informatietechnologie. Wat we ermee kunnen, wat we willen en wat we allemaal gaan doen in de toekomst. Wat is je favoriete vriendje op Facebook? Jongen? Ja? Is dat, ja, is dat dezelfde, anders moet je het niet zeggen hoor. Maar is dat dezelfde als je eigen vriendje? Nee. Dat is een andere. Ja, ik weet het. Ik heb het niet gevraagd. Maar dat is bij bijna iedereen zo. Degene waar je op Facebook het meeste interesse in hebt, is doorgaans niet helemaal je eigen partner. Nou, reken maar dat bijna alles wordt bewaard tegenwoordig. En ik denk dat het een ontwikkeling is die ook niet tegenhoudt. We leven in een informatiemaatschappij, alles raakt gedigitaliseerd en alles wat digitaal is, wordt gewoon opgeslagen en gebruikt. Dat is niet per se slecht, want het leidt ook tot een betere service, het leidt ertoe dat je gratis kan googlen, dat je gratis kan Facebooken. We zijn ook te goedkoop om te betalen voor dingen. Internet wordt op die manier gewoon grotendeels bekostigd met jouw data. Ja. Het nadeel daarvan is dat alles wordt opgeslagen en inderdaad, zoals een spreker eerder al zei, die data worden ook gebruikt, die worden onderzocht. Creditcardmaatschappijen, die hebben fantastische data over jouw koopgedrag bijvoorbeeld. Maar daar laten ze psychologen op los, om te kijken wat voor soort mens jij bent. Ben je een impulsieve koper of juist geen impulsieve koper? En dat soort gegevens verkopen ze door aan andere bedrijven. Ik heb dus een hotspot gemaakt, dat heet KPN. En elke telefoon hier die ooit een keer bij KPN zich heeft aangemeld, meldt zich automatisch bij mij aan. En ik zie al het verkeer langskomen. Is best leuk. En mensen hebben bijvoorbeeld toch zich een beetje verveeld. En dan gaan ze op buienradar zitten kijken. Sorry. Of de Evernote zitten lezen. En er is zelfs iemand die heeft Spotify opgestart. Dus die is gewoon andere muziek gaan luisteren. Dus dat soort dingen bij elkaar. Dat zijn jullie, dat is de band of zo. En er stond een adres in waar dat pakketje naartoe moest. Nou, mijn modem kijkt van, nou, ken ik dat nummer? Nou, ik ben het zelf niet, maar ik weet waar het naartoe moet. Het moet naar de ISP. Dat heet routeren. Dus hij kijkt iedere keer als je bij een nieuwe knooppunt in zo'n netwerk terechtkomt, kijk je van wat staat er in het pakketje, wie is de uiteindelijke bestemming. Je kijkt van, weet ik waar het naartoe moet, en dan stuur je die kant op. Het is iets heel raars hier. Je zegt, nou, we zijn allemaal voor ACTA. En dan gaan allemaal mensen zeggen, oh Chris, dat is echt een heel slecht idee. Ja. Boe Chris, en we sturen jou 10.000, 20.000 e-mailtjes. En als gevolg daarvan crasht jouw mailserver. Juridisch gezien plegen wij een strafbaar feit. Ja? Een feit waar je bijna 5 jaar lang de gevangenis voor in kan gaan. Is dat zo? Ja. Maar hoe heet dat juridisch dan? Volgens mij artikel 135, strafrecht. Ja, nee, laten we niet maar, in details strijden. Is dat maar, computervredebreuk of is dat baldadigheid, nee, vandalisme? Je vertraagt zeg maar een geautomatiseerd informatiesysteem. En omdat jouw systeem dan uit de lucht gaat, plegen de mensen die dat doen een strafbaar feit. Ja. En die kunnen daarvoor worden vervolgd. Terwijl mijn stelling eigenlijk is, ja, als ik met heel veel mensen tegelijk jouw mail van, joh Chris, dat ACTA, dat moeten we echt niet doen. Ja, dan is dat de vrijheid van meningsuiting. En een manier om te demonstreren dus. Ja. Hartstikke mooi. Wat vinden we daarvan? Inderdaad, denial of service. Oh kijk, daar hebben we Simon Hania van de vorige keer. Nou, kom er maar even bij. Het lijkt me een buitengewoon slecht idee. Buitengewoon slecht idee? Omdat namelijk heel veel van dit soort sites, je bezorgt ook andere overlast. Wat je wil is een blokkade van de Albert Heijn en wat je doet is het hele winkelcentrum platleggen. Wat we eigenlijk concreet proberen is zeg maar journalisten en bloggers en activisten te zorgen dat zij zeg maar toegang hebben tot internet als ze op het moment dat ze bedreigd worden. En dat willen we doen door bijvoorbeeld hun trainingen te geven, hoe ze daarmee om moeten gaan, door ze alternatieve verbindingen te geven op het moment dat het misgaat, dus satellietverbindingen, inbelverbindingen en beveiligde platformen, zodat ze inderdaad niet door DDoS-attacks worden aangevallen. Okay, let's just pick the mother of all funk chords. Let's pick a ninth chord. Oh,
een oude pc meegenomen, een oude laptop. En ze zeggen, nou ja, gaat u maar even los hierop. Als u hem gewoon zo even rond laat gaan. Nou, ik geef hem meteen aan jou. Het was wel leuk dat je er bent. Dus Ronald Prins van Fox IT. Goed, we zijn dus benieuwd wat we onderweg vangen. Daar komen we aan het einde van deze uitzending nog even op terug. Waar is de laptop inmiddels? Gaat hij nog rond? Ja, gekke dingen gedaan. Hartstikke mooi. Ik ben natuurlijk wel super benieuwd wat we gevangen hebben. We hebben letterlijk wat gevangen inderdaad. Ah, kijk eens aan. We hebben in totaal een 22-tal infecties. 22 infecties? Wat ik wel grappig vond is dat er toch wel wat porno werd gesurfd. Met het idee van jongens, ja, daar komen de infecties tuurlijk gegarandeerd vandaan. Nou. We gaan ethisch hacken met dit apparaat. Die zetten we straks hier neer. En als de mensen dan binnenkomen, dan vragen we om hun portemonnee hier neer te leggen. En poef, kapot zijn de pasjes. Ja. Nee, kunt u even uw spullen hier nemen? Ja. Hij gaat meteen alweer af. Ik weet niet wat u bij u heeft, maar voor de veiligheid. Een aantal belangrijke gasten te melden. Ja, dank u wel. Maar wat ik merk is dat mensen gewoon ergens iets hebben van jeetje, moet ik nou weer denken om die veiligheid van de computer? Ik hoor ook heel vaak mensen van zeggen van ik word bang gemaakt de hele tijd. En dat maakt dat ze er geen zin meer in hebben. En juist de manier waarop we het hier brengen bij TikTok, is dat we ook laten zien van het is helemaal niet zwaar, het is helemaal niet moeilijk. We kunnen het ook grappig brengen, maar als de boodschap maar overkomt, maak uw computer veilig. Ja. Ik moet naar de virusscanner. Maar dat is geen partij voor een soort van virusscanner. Wat ik eigenlijk nodig heb is een virustemmer. Hier in Driebergen, bij de politie, zit het team Hightech Crime. En omdat de digitale criminaliteit exponentieel toeneemt, moeten er ook steeds meer rechercheurs bij. Vorig jaar zijn ze verdubbeld en komend jaar gaan ze dat weer doen. Maar voordat jullie allemaal sollicitatiebrieven gaan schrijven, ze nemen alleen de beste van de beste. En daarom gaan we nu bij ze op bezoek om te praten met digitale en tactische rechercheurs wat hun werk nou allemaal precies inhoudt. Ik ben benieuwd. Live verbinding van hier naar de plek waar de vrachtwagen staat. En daar hebben we Peter Sin. Stel je voor dat je zwaar illegaal aan het hacken bent en deze truck komt eventjes onopvallend in je straat parkeren. Laten we even een kijkje binnen nemen. Wat zien we hier? 3 vaste werkplekken en helemaal modern flexplekken aan boord. We hebben hier een prachtig nieuw glimmend serverrek. Daar in die onderste 3 servers zit 45 terabyte aan opslagdata, dus dat zou genoeg moeten zijn voor 1 zaak. Het ding heeft zijn eigen aggregaat, het ding heeft zijn eigen stroomvoorziening, het ding heeft op het dak een straalverbinding voor het geval het uitvalt. Het kan helemaal autonoom het land in. Dus dit is de cybertruck waarvanuit Team Hightech Crime de komende jaren Nederland onveilig of veilig gaat maken. Het is maar net hoe je het ziet. Chris, terug naar jou. Ja. Nou, prachtig ding. Ik zou er zo een kopen als ik het geld ervoor had. Leuk voor vakanties, kun je overal lekker hacken. Goed, maar ja, wat jullie natuurlijk voorkomen is de challenge. Hè. Dit is eigenlijk al een klein challenge. Probeer de cybertruck te vinden en ik geef dus nu een kleine clue weg. En dat is de naam van deze locatie. Nou, daar moet je maar mee doen. Dus wij hacken niet, wij treden computers binnen als dat geoorloofd is met justitie en de rechtercommissaris. En dat hadden we in dit geval ook gedaan. Ja. Dus we hebben eigenlijk aan de FBI geleerd hoe je op een nette manier uiteindelijk een botnet naar beneden haalt. Ronald had het net over inbreken. Nou, laten we er geen woordspelletje van maken. Wilbert had het over betreden. En zo zien we dat ook. Dat daadwerkelijk op die knop drukken om zo'n website binnen te gaan. Daarvan heb ik gezegd, laat ik dat nou doen. Ja, traditioneel is het zo in strafrecht dat als het feit ernstiger wordt, hebben wij meer bevoegdheden. Maar dat is in deze digitale wereld nog niet allemaal zo duidelijk in de wet vastgelegd. Ik ben veroordeeld voor het hacken van de Universiteit van Michigan. Dus ik ben ook veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. Dat was omdat ik op een forum met andere hackers zat. Dus wat ik dan deed was een val opzetten bijvoorbeeld eigenlijk. En dan regelde ik dat alles tot in de puntjes eigenlijk geregeld was. Dus op het moment dat een systeembeheerder bijvoorbeeld in de val trapte, dat ik dan weer thuis ook een berichtje kreeg. Ja, dat is kicken. Nou, ik zal je nu nog niet vragen wat je vindt van het wetsvoorstel. Je hebt natuurlijk wel je mening daarover. Dat komt helemaal aan het einde, maar we gaan je gewoon de hele avond verwennen met alle gasten. Iedere hacker
zal direct logs aanpassen. Ja, want SecureLogging is dat het gewoon bijgehouden wordt wat je doet. Ja, precies. Dus er moet een zodanige log op een systeem bijgehouden worden wat 100% onder controle van de politie is, dat een advocaat later ook kan zeggen, inderdaad, die software heeft alleen maar dat en dat gedaan en niet stiekem nog dat mailtje verstuurd of weet ik wat allemaal. Wat zijn jullie voornaamste bezwaren tegen de wetswijziging computercriminaliteit? Nou, het zijn eigenlijk twee hoofdbezwaren. Het ene is het op zwart kunnen zetten van een hele website als er een verdenking, dus gewoon zonder toevoegingen, een verdenking van een strafbaar feit is. Oh, unster, dus niet alleen kinderporno feit. Of botnets. Niet alleen die hele zware vergrijpen, maar kan van alles zijn. En voor ons is dan belangrijk dat het ook delicten kunnen zijn die tegen de vrijheid van meningsuiting aanschuren. Ja, maar zoals discriminatie, haatzaaien, noem ze allemaal maar op. We zeggen nu privacy and security is in balans, wat we hier moeten overwegen. Mm-hmm. Maar je moet je voorstellen, het is heel simpel, KPN gaat altijd zich aan het wet houden. Maar vertel me soms welke wet, want we hebben ook wetten rondom netneutraliteit. En als we verplicht zijn op een gegeven moment om sites te blokkeren, dan hebben we straks een andere partij die ons gaan aanklagen, want nou, jullie hebben net te veel geblokkeerd of net dingen geblokkeerd wat had niet mogen. Dat gaat puur over van wat mag je nou wel laten zien, wat mag je nou niet. Terwijl ik denk dat daar ook een sleutel zit van laat nou gewoon zien wat je doet. Op het moment dat wij dus niet weten dat ze 8000 keer per maand ergens in de data zitten te vroeten, wat je dan wel via hoort, maar niet officieel weet, kan ik niet mijn taak uitvoeren als controlerend persoon in die Kamer. Wat we met de examens hebben gezien is dat ze wel geinig. Je ziet opeens het hele oefengedrag van leerlingen. Dus dan ben je ook wel benieuwd naar wat heeft voor effect heeft nou GTSD. Of wat voor effect heeft voetbalwedstrijden op het oefenen van het leren. En wij denken dat dat beter besteed is door de data die we verzamelen en die scholen aan ons geven. Dat we die zo beschikbaar stellen dat allerlei programmeurs met die data aan de slag kunnen. Zodat je het ook in simpele tabellen en grafieken kan laten zien of in plaatjes. Maar dat juist al die data ervoor gaat zorgen dat we gewoon dit kunnen doen. En dat docenten niet hoeven na te kijken, maar met leerlingen bezig kunnen zijn. Want daar gaat het uiteindelijk om. Ja, wat dat betreft is het leerling door de data centraal. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, zoals je ziet, het is nog steeds super druk en iedereen is volop in gesprek over de innovatieve start-ups. En heel vaak blijken die eerste hypotheses die mensen hebben, dus die onderbuikgevoelens, niet te kloppen. En dat is het mooie eraan, want dan leren mensen eigenlijk hoe belangrijk die data zijn. Want als die veronderstelling van mij niet klopt, dan kloppen andere veronderstellingen misschien ook niet. Dus misschien moet ik toch wat meer gebruik gaan maken van die data in mijn onderwijs. En dat is waar wij naartoe willen en dat zien we nu ook in onze projecten ontstaan. Ja. En uiteindelijk bleek uit het datateam dat de hoeveelheid uren helemaal niet datgene was wat het probleem veroorzaakte, maar de manier waarop zij die uren aan het invullen waren wel. Dus met behulp van gegevens kan je heel specifiek beter onderwijs leveren aan die leerling. Dat is helemaal mooi. Dus er komt zo'n schoolleiding bij jou, we hebben een probleem. En dan zeg je, je hebt eigenlijk helemaal geen probleem. Dat is ook wel eens leuk natuurlijk. Op het moment dat je goed kunt monitoren en je hebt een leerling goed in het snotje, waarom toets je dan nog? Ja. Want het is een constante monitoring. Oh, dat is interessant. Dus dat je gewoon geen toetsen meer hebt. Jij weet precies real-time waar leerlingen staan, hoe ze het doen en welke keuzes ze maken. Okay. En dat heb je nog inzichtelijk ook. Groen is een beetje doen, maar blauw is echt volledig meespelen. Zegt van met adaptief leermateriaal heeft de leraar meer tijd voor individuele gesprekken. Wie is daar mee eens? Eens even kijken hoor. Ja, jullie natuurlijk wel, hè? Nou, iets meer dan de helft. Nou, de B dan, hè? Door dit soort programma's heb je juist minder tijd voor individuele gesprekken. Wie vindt dat? Oh, wij twee. Nou, dan gaan we straks nog even een biertje drinken bij elkaar. Nou, op een gegeven moment komt je leraar bij je. Wil je zo'n ding om? Want dan kan ik je beweging meten. Hoe reageerden jullie daarop? Enthousiast. Ik vond het leuk om iets te hebben waar, die mijn stappen meten. En het,
Je gaat er meer door sporten. Het motiveert je ook. Oh, dat wel. Dat door, omdat je het ziet, ga je het meer doen. Ja. Je probeert op nummer 1 te staan. Ja, lekker competitief. Werkt het bij jullie ook zo? Of is het? Ja, je wil gewoon de best zijn natuurlijk. Dus, ja. Nou, je pikt het niet als hij van je wint. Dus, Oké, dat is echt een soort sportwedstrijdje worden. Ja. Nou, dat vind ik dan weer typisch jongens. Hoe gaan de dames ermee om? Nou, dat maakt me eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Nee, zie je wel. Nee. Eigenlijk helemaal. En waarom doe jij mee? Nou, ik vond het wel grappig op zich, ja. Speel maar een stukje mee, jongens. Nou, dit wordt de nieuwe TikTok eindtune van nu af aan. Iets minder schetterend dan de opkomst, maar het is wel gaaf. In het voorjaar zijn we er weer. Het is altijd wel even spannend of het ons lukt om nieuwe partners te vinden om dit allemaal te financieren en te organiseren voor jullie. Maar ik weet zeker dat we er weer zijn. We gaan weer kijken naar gezondheidszorg. We gaan iets met apps doen. We willen meer vrouwen in de IT. Al die maatschappelijke onderwerpen in de informatiesamenleving willen wij hier brengen voor u. Zware kennis met de nodige dosis rock'n'roll. Ik hoop jullie in het voorjaar weer te zien. En ik ben natuurlijk hartelijk dankbaar voor Kennisnet dat zij vanavond onze partner wilden zijn. Dus nog even een hartelijk applaus voor de mensen van Kennisnet. Dank jullie wel. Mijn naam is Chris van het Hof en ik lijk jullie nog even alleen met Power to the People. Tot straks.